Roos Blokhuis, wij spreken jou na afloop van de kramperen, maar je hebt al een heel seizoen gehad, eigenlijk op de baan. Vertel eens even. Ja, ik heb eigenlijk een super seizoen gehad op de baan. Gelijk een hele mooie 1500 meter. En eigenlijk mijn beste resultaat is eigenlijk de 3000 meter in 9:14. Dus daar was ik echt super blij mee. En mijn 800 meter was ook goed. Wel een hele korte afstand, maar allemaal erg goed. Dus. We gaan even naar een atlete die naast je stond, Floor Doornwaard. Eerst even, je wint de sprint vandaag van Roos. Hoe doe je dat? Kramperen winnen? De eindsprint bedoel je. Ik weet niet. Het ging heel lekker. En de laatste ronde had ik nog wat over, dus ja. Je hebt ook een mooi seizoen, Floor, want ook jij hebt eigenlijk al heel wat gedaan dit jaar. Ja, ik ben naar het EK geweest, dus dat was natuurlijk het hoogtepunt. Dus ja, dat was heel gaaf. EK jeugd, hè? Ja, onder de 20, ja. Dat was zo goed dat je zelf daar op het podium kwam. Ja, ik ben derde geworden daar, dus... Vertel eens even over jouw ervaringen daar. Hoe bijzonder was dat? Ja, dat was geweldig. We zaten in een heel groot hotel met alle atleten. Ook de meeste landen zaten daar. Dus nou, al die indrukken. Ik was echt, s'avonds was ik elke avond gewoon moe van alle vette dingen die je daar ziet. En natuurlijk gewoon heel gezellig met de Nederlandse ploeg. Dus. Jullie verschillen maar een jaar, Roos. Ja, dat is waar. Dus in Nederland hebben we heel veel talent. Ja, dat is denk ik echt zeker waar. Want als je kijkt denk naar de Europese ranglijsten. En ik denk dat Nederland gewoon op hardloopgebied echt gewoon supertalent heeft. Floor, je bent een jaartje ouder dan Roos. Wat vind je van haar prestaties? Nou, die 3000 meter vind ik echt een diep respect. Dat is echt heel goed. Dat is echt een wereldtijd eigenlijk gewoon. En ik vind het ook heel knap dat ze de 800 meter zo goed loopt. Want dat is echt moeilijk hoor, dat je... Korte afstanden heel goed loopt en lange afstanden. Dat is wel echt, petje af. Mooie complimenten, Roos. Ja, dat zeker. Dat is heel lief. Dankjewel. Maar als je kijkt naar jouw eigen prestatie, hebt over de 3000 meter. Welke tijd bedoelen we dan? Mijn 3000 meter tijd, 9:14 was dat. Kun jij eens even uitleggen aan de kijkers van Hardloopnieuws hoe speciaal dat is? Nou, hoe speciaal dat is, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar voor mij op dat moment, ik wist dat 9:15 erin moest zitten. En ik wist dat alles perfect zou moeten gaan. En op de avond zelf was het geen perfecte weersomstandigheden. Er was echt superveel wind. Maar ik liep in een race met alleen mijn mannen. En ik startte helemaal achteraan. En ik kon mooi mijn weg naar voren vinden. En ja, toen uiteindelijk kwam ik uit op 9:14. En ik dacht echt, wauw, hoe heb ik dit eigenlijk ooit kunnen doen? En... Nou ja, het was gewoon perfect. Maar als je naar de eeuwige ranglijsten kijkt, sta je wel heel erg bij de allerbeste daar. Ja? Jazeker. Oké, dat heeft u gecheckt? Dat checken we altijd, ja. Oh, oké, nou, mooi. Als je kijkt, Roos, naar Floor, wat vind jij bijzonder aan haar prestaties? Nou, eigenlijk op dit seizoen is eigenlijk alles wel heel goed. Zoals die 5000 meter, de derde plek. Ik vond het knap hoe ze het aandurft om op kop te gaan. Ook al wisten ze dat de Duitser gewoon super sterk was. En om dan nog zo lang met Jasmijn en die Duitse dan mee te kunnen gaan. Dat vind ik echt super knap. En ik denk dat het ook gewoon echt heel goed is. Dus ook... Je bedoelt de winnares, hè? Jasmijn Lau. Ja, Jasmijn Lau. Ja. Dus dat is ik heb genoten van die race. Echt waar. Ik vond het echt een hele mooie race. Als we kijken naar jullie twee, zijn jullie nu concurrenten? Zo zeggen, nee, we helpen elkaar. Dat vind ik wel lastig om te zeggen. Want vorig jaar heb ik geen cross tegen haar gelopen. Dus eigenlijk hebben we nog niet zoveel wedstrijden tegen elkaar gelopen. Maar ik denk wel dat we concurrenten zijn. Maar het is niet dat wij echt tegen elkaar... We gaan gewoon normaal met elkaar om, zeg maar. Dus het is gewoon... Maar concurrentie heb je nodig, toch? Zeker. Daarom was ik ook echt blij dat er zo'n veld ook stond hier bij de kramprun. En dat maakt het alleen maar leuker. Want ik dacht dat op het eind dacht ik, ik kan ook nog op dit moment vijfde worden. Ik kan ook op dit moment tweede worden. Ik denk, ik moest vechten tot het eind. En dat maakt het eigenlijk alleen maar leuker. Jullie zijn nog heel jong, hè? Gewoon nog naar school natuurlijk overdag. Ja gewoon nog op vijfde VWO nu. Dus nog anderhalf jaar. En dan... Heel veel proefwerken binnenkort. Weer proefwerkweken en zo. Ja, dat zeker. Floor, wat doe jij? Wat voor school ga jij? Ik studeer nu journalistiek. Ik heb nu mijn eerste week gehad. Was wel pittig, maar was echt heel gaaf. Dus dat was... Als jullie kijken naar jouw ambities, die liggen denk ik toch in de atletiek op dit moment, toch? Ja, mijn ambities liggen in de atletiek. Dus ook al mag dat eigenlijk niet van de school, maar mijn school zit toch echt op de tweede plek, denk ik.
Laat je mentor het niet horen. Nee, die snapt het allemaal. Dus die helpt me ook echt heel goed. Wordt op school ook besproken? Ja, ja. Dus mijn school werkt super erg mee. Ik mag extra uren vrij. En, dus dat is echt super fijn. Dus daar ben ik echt heel, heel blij mee. Hoe heet die fijne school? Het Lyceum Oudehoven in Gorinchem. Dus, doen ze goed in Gorinchem? Ja, ja. Floor, school van de journalistiek. Ja, dan ben je eigenlijk een beetje zelfbaas natuurlijk over jouw studietijd, hoe je dat indeelt. Nou, niet helemaal. Het is wel, ik heb natuurlijk wel gewoon colleges en waar ik heen moet natuurlijk. Maar ja, ik kan het, tot nu toe kan ik het goed regelen. En ja, we moeten kijken. Het is, ik heb nu 1 week gehad, dus ik moet even kijken hoe het allemaal lukt. Als we kijken naar jullie ambities, atletiek, maar welke afstand dan? Nou, ik vind nu de 5 echt heel leuk. Maar ik denk misschien op langere, ja, in de toekomst misschien dat ik naar de 10 kilometer wil gaan. De marathon, misschien de halve marathon, maar de marathon. Ik wil hem wel een keer lopen, maar misschien dat als ik dan 40 ben of zo, als recreatieloopje, denk ik. Ik vind wel dat je een marathon moet lopen in je leven. Oké, okay, dat ze dat maar weten. Ja. Ergens moet je een keer een marathon ja. lopen. Try before you die, dat vind ik wel. En jij, Roos, wat liggen jou, wat zijn jouw goede afstanden, denk je? Wat denk je waar je je verder in wilt ontwikkelen? Nou ja, ik doe op dit moment nog veel kort, gewoon voor mijn snelheid. Maar, en omdat ik het heel leuk vind om te doen. Maar ik denk dat ik toch echt wel meer ook naar de 5 en de 10 ga. En ik ga wel gewoon voor, ook denk ik later, voor niet op recreatief niveau, maar echt professioneel niveau op de marathon. Maar dat is allemaal nog ver weg. We gaan eerst gewoon naar de 5, de 10 en... op de weg, dus dat maakt allemaal hartstikke leuk. En crossen natuurlijk, dat doen we allemaal. Even voor onze kijkers van Hardloopnieuws. Wat is er zo mooi aan hardlopen? Ik denk de afwisseling. Nu gaan we naar het crossseizoen. En ik heb nu echt zoveel zin weer in de crossen. En dan als het crossseizoen voorbij is, dan ga je weer naar de baan. En ik vind de afwisseling gewoon heel leuk. Dus het is gewoon altijd leuk. Afwisseling. Ja. En Roos, wat is er zo mooi aan hardlopen? Het trainen. Ik geniet het meest van trainen. Samen met de groep, op de baan, op de weg, overal. Gewoon, of ook zelf, het naar buiten gaan en te gaan lopen. Ik geniet er zo van. En ja, al heb ik het een dag niet gedaan, dan mis ik het al. Een rustdag is voor mij echt geen rustdag, maar een strafdag. Echt waar. Dames, hartelijk dank. Het was een mooi gesprek. Zo positief blijven en vooral lekker blijven hardlopen. Ja. Lekker door met trainen. Dankjewel.